Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van weerblazen.nl. Op de satellietfoto vinden veel wolken boven het westen en het centrale deel van Europa. En dat komt doordat er een lage drukgebied rondjes draait in onze omgeving. Het zorgt ervoor dat de lucht onstabiel is in landen als Duitsland, Frankrijk, België en het oosten van Engeland. Het levert ook flink wat buien op boven Duitsland. En die buien die trekken vanavond van het oosten naar het westen over ons land. En daarbij is kans op hagel, onweer en windstoten. En lokaal kan het eventjes flink regenen. Vannacht wordt het van het oosten uit droog. Klaart het op, de wind draait naar het oosten. En de temperatuur daalt naar 15 graden. Morgen is de kans op bui kleiner dan vandaag. Lokaal kan er een enkele ontstaan. Maar vooral in het noorden zien we ook de zon geregeld. Er zijn ook wolkenvelden. En het wordt aangenaam warm met 21 tot 24 graden. En niet al te veel wind vanuit het oosten. Woensdag, donderdag en vrijdag blijft het vrij onbestendig onder invloed van een lage drukgebied. We zien een mix van wolken, zon en een paar buien, vooral in de middag en avond vallen die. Maar met 21 tot 23 graden blijft het vrij warm voor de tijd van het jaar. Ik ben Diane Woei van Weerplaza.nl.